maar ja, goed. Dat je mijn keel door gaat snijden. Ben je wel helemaal goed? Nou, ja, als ik je keel had doorgesneden, had ik dat al gedaan hoor, meisje. Ja, Chanel, Valerie, we staan hier in een bushokje bij de McDonald's. Vrij armoedig, maar we moeten hier staan. Want jullie hebben namelijk aangifte gedaan tegen een mevrouw. Ze heet Anna, wegens dierenmishandeling. En deze mevrouw is niet voor de poes. Want wij kunnen het interview dus niet doen voor een van jullie huizen. Omdat jullie actief worden bedreigd door een stelletje, nou ja, cowboys. Ik heb vier locaties voor jou. Jij wordt sowieso afgemaakt. Ik ben er nu aan een week. Jij gaat zien wat er met jou gebeurt. Puile, pieze, kankerhoed. Het is een mevrouw die... die vangt paarden op, maar... Zij heet Anna, toch? Zij heet Anna. En zij gaat daar vervolgens niet goed mee om. Ik heb dus 90 slachtoffers bij elkaar verzameld. En zij wil niet dat dit uitkomt. En wat betekent niet goed omgaan met paarden? Het is dierenmishandeling. Ja. Wat gebeurt er? Eigenlijk komt het paard daar voor een rustplek. Maar zij gaat daar proberen een verdienmodel aan te binden. Dus of hij wordt verhuurd, of hij gaat naar een manege. En als het niks meer is, dan gaat hij naar de slacht. Maar ze worden ook ondervoed. Als paarden daar doodgaan, worden ze 5 dagen gewoon langs de weg gelegd. Ja. Wat doet het met je om deze paarden zo ondervoed te zien? Want je hebt ook wel eens wat paarden gefilmd. Hoe zien ze eruit? Ja, ze zien er heel slecht uit. En ik heb zelf 3 paarden. Dus ja, voor mij is het gewoon heel heftig om dat dan zo te zien. En ja. Jullie hebben dus al deze dingen hebben jullie verzameld. Ja. Jullie hebben aangifte gedaan wegens dierenmishandeling. Nou ja, je denkt dan daarmee is de kous af. Maar Anna laat het er niet bij. Want vervolgens hebben jullie aangifte gedaan. En wat is er daarna gebeurd? Jullie zijn bedreigd, geïntimideerd. Hoe uit zich dat? Ik heb nu meerdere keren ook de politie over de vloer gehad. Omdat ik dus echt heel zwaar met de dood bedreigd word. Luister, jij krijgt een kogel van mij. Dat is wat jij van mij gaat krijgen. Jij wil niet luisteren. Ik heb jou gezegd, haal die kankerrotzooi weg. Ga jij dat doen of niet? Nee. Ga jij dat niet? Is goed, dan weet jij dat. Anna die schakelt hele groeperingen in tegen mij. En nu komen dus gewoon bij mijn paarden in het land inbreken. En ze sturen foto's rond met mijn keel doorgesneden. En mijn adressen worden gedeeld. Mijn telefoonnummers worden gedeeld. Maar ze hebben je ook in elkaar getimmerd al? Ja, vorig jaar heeft zij de wielen van mijn auto losgedraaid. Toen ben ik 's avonds opgewacht, dus toen kon ik niet wegkomen. En toen hebben ze mij met een groepje naar de grond getrokken, met pepperspray bewerkt en mijn hele benen in elkaar geschopt. Maar wij gaan ze dadelijk ook Anna confronteren. Dat willen jullie ook graag. Wij gaan met jullie mee, helemaal goed. Wat kunnen wij verwachten? Er zijn een aantal scenario's. Of ze belt gelijk de politie, want ze komt eigenlijk nooit zelf aan het woord. Of ze komt helemaal niet, omdat ze dus al weken eigenlijk zelf niet echt bij de paarden is, tenzij ze dan uitbreken. Er staat een knokploeg. Dat zijn de opties, meer niet. Hoi mevrouw, bent u Anna? Nee, maar wat is het? U bent niet Anna? Nee. Volgens mij ben jij wel Anna, toch? Ja, maar ongevraagd de camera nog zitten. Ja, zeker. We staan op de openbare weg. Dan gaan we weer naar binnen. Maar mevrouw, een korte vraag. Nee, maar ik kom hier voor hoor en wederhoor. Nou, ik wil graag je verhaal. Mag je van de kamer komen? Mag je van mij terugkomen, hè? Oké, dus je wil me alleen... Voor heb en die rode dak daar even meeneemt, dan ga ik nu even Maar ik wil graag een hoor en wederhoor doen. Ik wil graag een hoor en wederhoor. Dan ga ik nu even bellen. Maar u noemt haar een rode dakduif, dat is prima. Je kan... Wie gaat u precies bellen? Omdat mevrouw voor arrestatie al staat. Dus ik ga nu even... U gaat de politie nu bellen? Jazeker. Maar ik kom hier juist, want u wordt verdacht van dierenmishandeling en intimidatie en bedreiging. Zou ik de politiepapier laten zien van de rechtbank? Nou, heel graag. Ja? Mag je binnenkomen zonder camera? Ja, dat kan helaas niet, want mijn werk is om video te maken. Dus dat is jouw de keus. Snap ik. Ik val je voor de rest helemaal niet aan. Ik wil graag een hoor en wederhoor doen. De politie wordt nu gebeld. Maar kun jij eens heel eventjes beginnen bij het begin? Want deze mensen hebben ons getipt over het feit dat jij paarden niet goed verzorgt, ondervoedt, dat ze dood langs de weg liggen. Ja. En op het moment dat er aangifte tegen jou is gedaan, dat er telegramkanalen zijn aangemaakt. Ik heb die gezien. Ja. Daar worden ook hele heftige dingen in gezegd. Ja. Daar worden berichten gestuurd. Nou ja, als ik het goed heb begrepen, maar pin me er niet op vast, weten we bijna zeker dat jij daar in ieder geval heel eventjes in hebt gezeten. Dat jij groepjes oplijnt om mensen in elkaar te laten beuken. Beuk ik zelf wel. Daar heb ik niemand voor nodig. Nou ja, oké, rake teksten. De hele paardenbranche, dat is een lastige kwestie. En ik geloof dat dat heel lastig is. En ik geloof ook dat er allemaal aangiftes liggen. En dat begrijp ik allemaal. Maar wat is er van waar, die hele rel daaromheen? Het is toch niet, komt toch niet uit de lucht vallen dat mensen in elkaar worden gebeut en met pepperspray en niet meer thuis echt veilig kunnen zijn? Pepperspray, dat is de politie namelijk geweest. En dat staat ook in de papieren. Mevrouw wilde vluchten op de avond. Dat was de diefstal van het veulen.
En toen wilde mevrouw vluchten en toen heeft de politie een badpapers meegewaaid. Ja. Maar jij weet wel dus van die telegramkanalen? Ik weet er wel van, ja zeker. Ja, zeker. En wat vind je ervan dat daar actief de boel voor het bedrijf? Ja, mevrouw zit er zelf ook in. Anna, dus ja. Waarom laat jij dode mensen? Beter, praat jij niet tegen mij? Waarom laat jij dode mensen? Waarom? Oké, okay, dit is een dreigement. Te betalen ho, ho, met paarden van andere mensen. Ik ga uithalen. Wat zeg je? Duurt niet lang. Je gaat uithalen? Ja. Nou, dat zou ik niet doen. Ik zou niet gaan uithalen. Ik zou het gewoon even rustig aanpakken. Oh, ze komen zo meteen hoor. Dus, de politie komt? Jazeker. Ja. Op basis van wat? Op basis van wat? Dat mevrouw sowieso al gezocht werd voor bepaalde dingen. En ja, het dossier is heel groot. Maar je komt over als een relatief temperamentvolle dame. Dat is helemaal prima. Maar wat is er dan van waar dat je de boel bedreigt en die telegramkanalen? Nou, dat is ook strafbaar, hè? Telegram is iets wat een open iets is. Ik heb daar inderdaad in gezeten. Ik lees ook mee. Okay, dus nu heb je er wel in gezeten? Ja, zeker, zeker. Maar mevrouw zit er zelf ook in, hè? Het feit dat jij alleen maar zo durft te komen, vind ik een beetje in en in triest. Ja, dat zegt toch al genoeg, kijk, toch? Kijk, je post foto's maar op Telegram dat je mijn keel door gaat snijden. Ben je wel helemaal goed? Nou, ja, als ik je keel had doorgesneden, had ik dat al gedaan, hoor, meisje. Oh, kijk, ja, zeker. Is dit de politie? Ja, ja, ja. Ik vond het eigenlijk net leuk. Ordinaire burenruzie. De politie is toch gekomen. Eén man sterk. Dus, serieuze kwestie dit. Ja, Valérie, Chanel, er zit één wijkagent nu binnen bij Anna. Als ik het goed begrijp, zij is boos op jou, jij bent boos op haar. Zij doet aangifte wegens stalking en stelen, diefstal van een veulen. Ja. En jij tegen haar. Hoe gaat het nou goed aflopen? Hoe gaat het goed aflopen is als het OM wat druk achter de zaak zet van de echte slachtoffers. Want ik ben eigenlijk alleen maar woordvoerder van die slachtoffers. Ik ben niet boos op de persoon Anna, totdat ze mij persoonlijk ging aanvallen. En al die dreigementen op mij afstuurt. Vier locaties heb ik hier voor jou. En jouw vriendje Henry, als hij in de weg komt, wordt je ook meegenomen. Kijk, ik heb ook heel vaak geprobeerd normaal het gesprek met haar aan te gaan. Maar je ziet hoe dat gaat. Dat gaat niet. Heb jij nou na het kijken van deze video zoiets van ja, ik heb een waanzinnig goed idee voor een volgende video? Mail het dan naar redactie@poont.tv. En oh ja, niet onbelangrijk, abonneer.